inschenken van zo'n biertje, dat lijkt heel eenvoudig. En eigenlijk is het dat ook. Maar voor het zover is, daar gaat heel wat aan vooraf. En om dat nou eens te gaan bekijken, ga ik op bezoek bij Brouwerij De Kip in Ossenisse. Ossenisse, een kleine gemeenschap van zo'n 300 mensen aan de oevers van de Westerschelde. Hier lijkt de tijd te hebben stilgestaan. Je kunt je hier makkelijk in het buitenland wanen. En dat maakt deze plek een uitgelezen plek om je met passie en liefde toe te leggen op het brouwen van bier. En dat is nou precies wat deze man heeft gedaan. Jos Huygens, brouwer van Brouwerij De Kip in Ossenisse. Hier gaan we schroten. Dat is het pletten van de mout, waarbij stoffen vrijkomen en de schil van de korrel bewaard blijft. Hier start ik het maïsproces. Het belangrijkste onderdeel van het hele brouwproces. En bij het maïsen komt het erg nauw om de temperaturen heel goed in de gaten te houden. Na het maïsen dan gaan we filteren. De vloeistof die hier uitkomt, die gaat naar de kookketel. De mout die achterblijft, die noemen we nu bostel. Die scheppen we uit de ketel. En brengen we dan daarna weg naar de boer. Als heerlijke en gezonde hap voor de koeien. Nou, we zijn inmiddels een heel eind onderweg in het proces. Wat je niet op beeld kunt zien, je kunt natuurlijk al een beetje zien dat die branders branden. Maar hoe warm het hier is. Twee van die bezweette kopjes. In bier gebruiken we ook hop. En de hop moet altijd wel behoorlijk precies worden afgewogen. Hop heeft uiteindelijk twee functies. Voor de bitterheid en houdbaarheid. En voor een deel zorgt het ook voor de smaak. Daar doe je altijd twee stokdingen. Dus je stort eerst de bitterhop erin, die kookt het langste mee. En dan doe je de aromahop. De eerste hopstorting is altijd voor de bitterheid en de houdbaarheid. Vlak voor het einde van het koken voegen we bij dit recept nog wat extra siroop toe. Waarna het bier wordt gekoeld om vervolgens naar de gistketels te pompen. Dankzij het warme weer tijdens de brouwdag werd de gist superactief.
prima gist om toe te voegen aan de koude wort in de gistingstank. Ga je doen, Jos? Dat je even pellet flessen haalt. Jos, heel hartelijk dank voor een kijkje in jouw brouwkeuken. Ik denk dat het tijd is om de vruchten van jouw noeste arbeid te proeven. Proost. Proost. Laat het maken.